Yo kijkers van Hotchecker, welkom bij deze King Wars update video waarin ik jullie laat zien hoe de hele map van King Wars er eigenlijk uitziet. Dus laten we gelijk beginnen bij alle landen die er zijn. Maar ten eerste wil ik even een bedankje doen aan Robin van het kanaal Monster Network. Een linkje staat natuurlijk in de beschrijving dat hij deze map heeft gemaakt met World Edit, wat de fuck zeg ik nu. Hij heeft dit gemaakt met behulp van Photoshop en hij heeft het echt super vreed gedaan, want alles tot in de details toe is erop uitgewerkt. Het idee kwam voornamelijk van Joris, maar uiteindelijk heeft dus Robin ervoor gezorgd dat dit in, ja, dat het eigenlijk gewoon helemaal zo klaar staat. Dus laten we beginnen. Dus als jullie hier zien, je hebt hier Oud-Andal, Era zit hier, Nilia, Eros, de Brovnik-kolonie, Zeverland, Zephrin, Perox, Morgrun en Zarok en de Brovnik. Nou, laten we beginnen bij ons land. Want hier zien jullie Era, als jullie het goed kunnen zien, want ik moet het allemaal nog gaan editen. Nou, Era is eigenlijk heel simpel. Elvengard, dat is onze hoofdstad. Hier zitten wij dus eigenlijk, dit is op dit moment overgenomen door Razor Blackshift. En wat hier voornamelijk gaande is, dat wordt eigenlijk de seizoensfinale, want wij moeten eigenlijk die stad zien terug te krijgen. Maar ja, dat zien jullie dus in de seizoensfinale. Daaronderin zien jullie Mount Meyer, dat is dat hele grote bergding waar we doorheen kwamen toen we... Als je richting de Elvengarden wil natuurlijk. Eldar, dat is dat kleine dorpje waar we toen het zwaard van Teemo hebben gevonden. Wat nou eigenlijk gewoon een heel simpel weg, ja, gewoon een klein visdorpje is. Magistica, of Magica noem je het ook wel. Dat is eigenlijk het allereerste dorpje waar wij aankwamen en waar zelfs Meindert ook nog zich verscholen heeft. De Galleon Halls, dat is het hertogdom van Sam. Dus dat zit hier nog. En dan heb je hierboven heb je Embaria. Dat is ook nog een klein dorpje wat nog niet echt in de spotlights is geweest. Dat is het dorpje van Lucas. En hier de Winged Hills, oftewel het leger tentenkamp. Dat zit hier. Dat is Demische kamp. En dan heb je Doldar, dat is eigenlijk het oude orkenkamp. Wat nou een beetje gerenoveerd wordt. Dan komen we bij de Godsforge aan. De Godsforge is eigenlijk gewoon de plek die tussen die bergen in ligt. En dan kan je dus komen doordat je deze bergen doorgaat waar nog steeds geen naam voor is. Maar ja, dat wordt later wel besproken. En dit is eigenlijk Era. Dan komen we eigenlijk bij Death Island. En Death Island, dat is eigenlijk gewoon een eiland wat ik ooit een keer heb gemaakt. Maar ja, het was niet helemaal een groot succes geworden. Maar uiteindelijk zit daar ook een lore aan vast die ook bedacht is door Robin en Meindert. Maar dan moet je maar in de video's gaan bekijken van Meindert. Dat heeft niks met mij te maken. Nou, voor de rest beginnen we even bij Zarok en de Brovnik. Ik mag niet te veel laten zien natuurlijk. Ik ga gewoon de algemene dingen laten zien. Zoals dat hier, hier zat eerst mijn stad, Efrek. Dat was ooit mijn stad, maar daar zijn we nu weg. Dan zit hier nog Yunkai, dat is nu op dit moment overgenomen door de Brovnik. En dan kennen jullie nog het algemene plaatsje Zarok, wat een plek is van eigenlijk van de hoofdstad van Thomas. Of in ieder geval, dat was de oude hoofdstad van Zarok. De rest laat ik nog niet zien in verband met spoilers. En dan gaan wij naar Eros. En waarschijnlijk kent iedereen Fort Cavendish nog wel als je een beetje terugkijkt naar de tijd. Hier, dit is het fort eigenlijk waar ik langs moet. Want eerst zaten wij dus in de hoofdstad. Dat was Fort Wind. En dan zat hier zat de arena. Nou, die arena ben ik toen uitgevlucht. Ben ik het hele stuk langs gegaan richting Cavendish. En toen zijn we uiteindelijk met de boot helemaal naar Zarok gevaren. Dus dat is nog best wel een groot stuk eigenlijk. En het is ook nog best wel een groot land hoor, Eros. Je moet je niet onderschatten. Want tot aan deze rivier is alles eigenlijk van Eros. Alleen hebben ze nog maar weinig steden, weinig grote steden die er eigenlijk zijn. Dan, wacht even met Nilia. Dan gaan we naar Zephrin. Want Zephrin is eigenlijk ook wel een land dat is op dit moment overgenomen door natuurlijk onze goede vrienden van Andal. Wat wij eigenlijk nou hebben gezien is dat hier White Harbor zit. Dat is het stadje waar vanuit wij eigenlijk heel Zephrin hebben overgenomen. De map die ik toen gemaakt heb, die was anders op het gebied van dit. Want eigenlijk zit je hier bij White Harbor. Toen hebben wij hier Whitetown aangevallen eigenlijk. Met het begin van seizoen 2. En uiteindelijk zijn we naar Winterfrost geweest. En dit is eigenlijk het algemene vanuit heel seizoen 2 wat er in Zephrin is gebeurd. Je hebt hieronder heb je ook nog wel wat dingen zitten. Zo zijn we hier, zat het tentenkampje van Jade. Want je moet hier door de bergen heen. En hier zit Stonehill.
En voor de rest zit hier nog een verlaten fort wat nog niet echt belangrijk is. Ik mis nog wel een paar kleine dingen, maar ja, dat zal eigenlijk niet zoveel uitmaken. Voor de rest gaan wij naar Morgrun, want wij zijn natuurlijk ook nog... oh, sorry. Wij zijn natuurlijk ook nog naar bepaalde plekken geweest. Zo zie je hier, als je uit Perox komt, dat je hier een brug over moet. En dan kom je in het stadje Mefren. En hier ben ik Douwe tegengekomen. Douwe die is vanuit hier, heeft hij een piratenorganisatie opgebouwd. Om eigenlijk al het goud wat hier gegenereerd kan worden in, ja, in diverse hoeveelheden. Dat hij die weer terug kan halen naar zijn eigen kamp. En dat is natuurlijk de Devil's Gateway. Volgens mij heet dat zo. Dit is Bork. Ja, dan zal dit de Devil's Gateway zijn. En vanuit daar organiseert hij zijn organisaties over heel Morgrun. En over de rest van heel de map. Zoals jullie kunnen zien. Want het is al best wel een groot stuk. En dan zit hier Blackbeard's Encampment. Oftewel gewoon zijn secret hideout. Maar vanuit hier zijn wij dus gaan varen. Helemaal richting Eron. En bij Eron zijn we nu eigenlijk in de storyline. Dat is de hoofdstad van de piraten. Eigenlijk gewoon een vrije stad. Wat vroeger eigenlijk onderdeel was van Morgrun. Morgrun was eigenlijk één heel groot land. Het was eigenlijk een soort van hertogdom van Zephyr of van Andal. Weet ik niet precies meer. Ik vergeet het ook. Of het is van Zephyr of het is van Andal. Volgens mij was het van... Ja, laten we maar zeggen Andal. Oké, misschien dat ik het wel goed heb. En ja, hier zit een kleine dorpje van Stoof. Oftewel van Stefan. Stefan heeft een huisje met een paar huisjes eromheen. En hier maakt hij dan zijn mappen. Ja, eigenlijk is dan wel het grappige van deze map is eigenlijk dat hij wel door, Robin is gemaakt en niet door Stefan, maar dat maakt niet uit. Hier zitten Valbaro en Albago, vroeger was dit Valeria, dat is nu omgetoverd tot Morgrun, want het is gewoon, mijn heeft het een soort van overgenomen. En voor de rest zit hier een nieuw land en dit is van Joris, hij uploadt ook best wel actief. Dat zijn de Black Mountains, oftewel Blackrun. Dat zijn alle Black Mountains eigenlijk met het kleine stukje van de Wintercross. En de Wintercross dat is eigenlijk het verbindenisstuk tussen Noord-Morgrun en Zuid-Morgrun. Dus eigenlijk als dit punt zou vallen, dan zouden ze niet meer bij elkaar kunnen komen, ik zeg maar wat. Of ze zouden een hele dure boom moeten kopen. Maar dit is eigenlijk gewoon een plek waar ze zo eigenlijk kunnen crossen. Nou, voor de rest heb je hier nog de Black Death. Dat is de Black Death van Mindert. Is ook wel het hoofdkwartier van Mindert, of onder leiding van kapitein Mindert. Maar ja, dat is ook allemaal van hem. De Brovnik, daar zijn we natuurlijk ook nog geweest. Want wij moesten van onze goede vriend Thomas, moesten wij ook nog vanuit Everrek, moesten wij op zoek gaan naar oorlogsplannen over bijvoorbeeld Zarok. Nou, dan zijn we dus eigenlijk via hier zijn we aangemeerd. En dan zijn we hier de stad ingegaan en kwamen we uiteindelijk bij het hoofdplein. Maar ze ziet eigenlijk is... De Brovnik, een van de dichtst bevolkte en ook echt gewoon alles zit eigenlijk op elkaar. Ze hebben heel veel. Het is echt een compact land, want het was eerst het kleinste land wat er was. Maar zoals je kan zien, Robin heeft dit eiland er eigenlijk bijgemaakt. Hij heeft hier nog wat gelandscaped, waardoor het eigenlijk wel wat groter is geworden. En ze hebben een heel stuk van Aloris erbij gekregen toen Aloris is gevallen. Uiteindelijk is Zarok nog steeds zo groot, want tot aan deze grens liep eigenlijk gewoon het Rijk van Zarok. Maar ja, de Brovnik heeft al een heel stuk ingenomen. Zelfs Everrek weet ik niet wat ze daarmee gaan doen. Volgens mij nemen ze dat ook over. En de Brovnik heeft hieronder hebben ze een kolonie zitten. Waar Robin nog heel druk mee bezig is. En dit is eigenlijk ook van hem. En er zitten ook alweer 4 dingen. Dus dat is echt gewoon heel groot. Nou, wat hebben we nog niet laten zien? We zijn eigenlijk nog niet bij Perox. Ja, het is nog niet echt aan bod geweest. Oud-Andal hebben we nog niet gezien. Ja, weet je wat het grappig is van de namen? Zoals Magica Bay, dat is eigenlijk de baai van Magica. Magica was eigenlijk een van de eerste plaatsen die gevestigd is op het land van Era. Waardoor eigenlijk hier dit hele stuk de Magica Bay werd gevormd. Uiteindelijk is dus de stad Elvengarde later gemaakt. Wat uiteindelijk ook de hoofdstad was, omdat hier gewoon meer land was. Hebben ze hier dus de hoofdstad gemaakt en hebben ze dit uiteindelijk gewoon Era's archipel genoemd. Dus eigenlijk alles wat hier is, is eigenlijk onder invloed van mijn rijk. En mijn dictatuur. Ja, dictatuur eigenlijk. Voor de rest wat ik ook nog kan zeggen. Nilia is eigenlijk ook al aan bod gekomen van de afleveringen van Mijne. Die was hier gevlucht uit Andal. Toen heeft hij met behulp van onze goede vriend Alex is hier naartoe gevlucht. En zitten hier eigenlijk alle colleges van Nilia, oftewel het Rijk van de Tovenaars. Wij hebben ook één tovenaar.
En dat is natuurlijk Ruben. En die helpt ons nu met onze magie te betwisten. Maar eigenlijk staan wij dus eigenlijk ook onder invloed van Nilia. Dus wie weet dat Nilia misschien nog later een grote rol gaat spelen in de storyline van natuurlijk, ja, Era. We weten het nog niet. Maar goed, ik denk dat ik het hierbij hou, want de rest zijn allemaal nog spoilers. Je kan hem misschien gezien hebben, maar tot dan hier hou ik het. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze korte update video van de map. Dat jullie ook een beetje weten van, hey, daar ligt dat, daar ligt zus, daar ligt zo. Want eigenlijk is het gewoon puur een Minecraft map en het is gewoon helemaal nagetekend door Robin. Dus ik vind het hartstikke ziek. Heb in ieder geval wat ik nog even ga doen. Ik zet alle King Wars kanalen die meedoen en ook opnemen. In ieder geval proberen op te nemen, zet ik hier beneden in de beschrijving. Dus dan kan je ook even checken wat hun voor King Wars video's maken. Bekende zullen zijn zoals Meindert en misschien wel Dennis of Joris. Maar er zijn nog een paar bij die je misschien niet kent. Voor de rest hou ik hier op met de video. Dus doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal en op Robin. Want Robin heeft echt fucking goed zijn best gedaan op de map. En laat natuurlijk in de reacties achter wat jij vindt van deze map. Wat er misschien nog bij had moeten kunnen. Misschien wat jij denkt van, oh, dit is zo'n zeker map. Laat het natuurlijk even achter. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van natuurlijk een King Wars update. Dus tot de volgende keer. Ciao.